ook wat olie hebben gekregen. Schipper van Noordenne, wat heeft u voor motor? Hier ligt een Imop La Roche in, uit 1939. En nogal een onbekende motor. Ik heb hem nog niet eerder ergens gezien. Niet in Nederland, niet in België. Het is een unieke motor, kun je wel zeggen. En wat is het vermogen? Het vermogen is 60 pk. Met een tweecilinder motor is het, met het maximaal 360 toeren aan omwentelingen. Wat kan ik daar meer over zeggen? Ik kan daar geen type nummer aan hangen ofzo, want dat is er gewoon helemaal niet. Dus het blijft een hele bijzondere motor. Ik heb de hele wereld laf gezocht onderhand om wat informatie te krijgen, maar het is gewoon niet te vinden. Niet op internet, niet... In België, want daar komt de motor vandaan, uit Wallonië, uit La Roche. Daar staat wel de voormalige fabriek, nog de restanten van de fabriek. Ik ben daarna naar Antwerpen gegaan, naar het Maritiem Museum. Daar konden ze mij vertellen dat er ook een fabriek in Antwerpen heeft gestaan, maar dat is inmiddels ook alweer 30 jaar geleden. Dat is ook afgebroken. En zelfs in het museum in Antwerpen is niets terug te vinden van de IMOP. Dus nogmaals, het is een bijzondere motor. Ik heb al heel veel mensen gesproken en ook geïnformeerd, maar niemand kent een IMOP. Tot op een zekere dag ik in Antwerpen voor de sluis kwam. En het schip opriep bij de sluis, bij de rode sluis. En dat ik in de sluis bij iemand langs zij lag, een Hollandse schipper. En die zei tegen mij van, dit is een IMOP, hè? Want ik hoorde het al via de marifoon. Nou, dat is echt bijzonder, want ik heb het daarna nooit meer gehoord. Nou, we zetten even de driewegkraan in de goede stand. Want anders dan pompen we hem leeg, dat is niet de bedoeling. En dan gaan we even de karterolie voorpompen. Smeerolie. Zodat alle drijfstanglagertjes lekker wat olie gekregen hebben. Heel belangrijk. Tot ongeveer 1,5 bar. Zo. Hoppa. Zetten we hem weer terug. Dan zetten we de vetpotjes even aan. Even wat smeerolie voorpompen, zodat alle essentiële puntjes ook wat olie hebben gekregen. Nu gaan we even de gasolie voorpompen bij 1 cilinder. Dat is 1. En dan gaan we door naar de volgende cilinder. Even wat compressiedruk aflaten. Zodat ik kan tornen. Vliegvel in de goede stand. Dat is hem. Zo, nu gaan we de kleppen smeren en de overige delen. Dit doe ik met een mengsel van gasolie en smeerolie. Dat is 1. En nu gaan we de andere overige delen smeren met pure smeerolie. Nou, dan hebben we hier pure smeerolie voor de tuimelaatjes. Lekker. Overal wat een beetje beweegt, wat smeerolie tussen. Dan houdt hij het langste vol. Nou, de brandstofpompjes, de asjes, een beetje olie geven. Zodat die ook lekker soepel lopen. 2 stuks. Ja, dat vinden ze ook fijn. Nu gaan we de beide luchtflessen openen. 25 bar luchtdruk staat daarop. Dat is 1. Dat is 2. En hier zet ik de luchttoevoer naar de startmotor. De startmotor zeg ik, naar de motor open.
zichtbaar. Nu staat alles onder druk en dan kunnen we de motor gaan starten. En nu gaan we dan de motor starten met ons starthendel. De Hendrika is een voormalige beurtvaarder, gebouwd in 1913 bij Paans in Rodevaart. Dat is hier 5 kilometer vandaan. De thuishaven is altijd Zevenbergen geweest. Ja, de voormalige eigenaar die heeft daarmee gevaren van 1913 tot 1964. Vanaf de beurs in Rotterdam naar Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland. Daarna is in 1964 was hij eigenlijk voor de sloop. Want het was niet meer rendabel om met de schip te varen. Dus toen is hij uit de sloop gered door een aantal vrijwilligers van de Matthijs Heldgroep, de scoutinggroep.
Dus die hebben hem destijds gekocht en ja, nu vaart die boot nog steeds voor de waterschouting. En daarnaast is het uiteraard een historisch vaartuig, een varend monument. Ja, wat kan ik daar meer over zeggen?